Uitslag is officieel, dames en heren. Paard nummer 5 wint. Dat is Giel van Kamstra. Tom Kooijman, de winnende tijd was 1.21.8. Alsnog uitgeschakeld. Wegens het zich begeven buiten de baan in iedere bocht. Paard nummer 1, Hannie Zwageman. We gaan huldigen, dames en heren. Geweldige winnaars. Giel van Kamstra en Tom Kooijman. Dat is een 5-jarige Bruinenaar. Glos Jatse uit Pieken van Kamstra. Gefokt door de heer Andrea. Hij is erbij als fokker. En de heer Lombard is de eigenaar. Jan en Jansen, de trainer. En de rijder van dienst. Dat is Tom Kooijman. En we zijn hier met de Rabobank en A7-makelaars uit Joure. En er gaat een prachtige stoeltjesklok mee naar Leinden. Althans, dat is de stal waar Tom bivakkeert. Het kan ook zijn natuurlijk dat hij die prachtige klok thuis ophangt. Mooi dat Giel van Kamstra wint. Toch wel een paardje waar een verhaal aan zit. Niet altijd de gemakkelijkste. Maar als de dingen zijn kant op waaien, dan is hij tot veel in staat. En dat heeft hij vandaag weer eens laten zien. Tom. Hé, hey, jongen. Hé, hey, dat zijn er twee. Ja, één voor de eerste en één voor mij, weet ik het. Die gaat weer terug. Tom, gefeliciteerd. Natuurlijk een heel bijzonder beestje. Je moet een aparte rijder zijn om ermee overweg te kunnen. Ja, hij moet een aparte trainer hebben. En die heeft hij gelukkig. En die neemt het geduld voor hem? Ja, je moet heel veel van hem slikken, want het is een moeilijk baasje. Maar hij doet wel zijn best nog hier. Maar ik dacht juist eigenlijk zo'n vlagstart, dat zal hij wel weer niks vinden. Nou, maar de eerste keer hebben wij er geen probleem mee, want dan weet hij niet terug hier. Gaan we dat volgende week weer doen, dan wordt het een ander verhaal. Maar dit lukt. Je moet hem geen tijd geven om na te denken, daar komt het op neer. Bij de meeste mensen ook zo, Rogier. Tom, lekker, mooie dag, mooie sponsors. Geweldig, top. Jouw is altijd geweldig. Heel mooi, geniet ervan. Tom Kooijman, dames en heren, hij slaat hier toe met de grillige Giel van Kamstra. Maar vandaag liet hij wel weer zien dat hij zo hard kan lopen. En dan gaan we even op de foto. Tom, de connecties van Giel van Kamstra en de geweldige sponsoren Rabobank en A7 Makelaars. Fokker er ook bij, Rogier, de fokker. Jazeker, die hadden we al genoemd. En kijk die Tom weer eens rennen, hè? Mooi, hè? Wie had dat gedacht? 1-11. Je kunt in de handen, dames en heren, voor de winnaars van de Rabobank Sneek Zuidwest-Friesland. En A7 Makelaars Joureprijs. Tom Kooijman, Giel van Kamstra. Bezoek aan Marco Estenol in de studio. Marco Gijssen.